Jeffrey Spari, dames. Yes. Kerstfest toe gaat houden dit jaar. Ja, zeker. Hoe is het bevallen? Goed. En het is even wennen, natuurlijk. En ja, het is een hoop veranderd in mijn leven. En ja, ik geniet er wel van op dit moment. Laten we even teruggaan naar 2 jaar terug. Zit je eind van het jaar op Twitter. Ik ga niet naar Q-School. Ik kan het allemaal niet rondkrijgen. Werk, moeilijk. Maar ik heb wel het niveau. Vond ik zelf toen een aparte uitspraak. Nu kijk ik er zelf iets anders tegenaan. Hoe heb je dat jaar dan klaargemaakt voor Q-School? Heb je een jaar ertussen genomen? Was het bewust? Was het financieel niet haalbaar? Nou, financieel was wel haalbaar. Alleen, ik was er nog niet echt klaar voor met mijn niveau. Dus ik heb gezegd van... ik doe even een jaartje rustig aan en dan kijk ik daarna wel wat mogelijk is op Q-School. En dit is het resultaat geworden. Wat heb je specifiek in dat jaar gedaan? Weinig, alleen maar hard werken voor mijn baas. Nou ja, voor de rest veel werk en tussendoor een beetje competitie gegooid en Super League. Ja, en toen dacht ik van ja, misschien ben ik er nou wel een keer klaar voor. En dat lukte. En toen moest je terug naar je baas. Ik heb mijn toolkaart. En nu? Ja, dat was even wennen. Nee, ik zei tegen mijn baas. Ik van, verandert even alles. En ik zei ook tegen mijn baas. Ik zei van, ik moet een paar vrije dagen hebben. Want anders kom ik nergens. Anders gooi ik weer heel weinig Pro Tours. Nee, maar hij zei van, dan gunnen we jou wel. En ik zei, daar ben ik blij mee. Voor deze kans. Dan ga je de Tour op. En we zijn een halfjaartje ver. WK is goed in zicht. Voor mij is het heel weinig klagen voor iemand die nieuw is. Nou, op dit moment gaat het super. En een paar leuke resultaten behaald. En ik ben er zeker tevreden mee. Leef je op een roze wolk of dat niet? Nee, dat nog niet. Nee, ik kijk het gewoon aan. En we zien het wel. Waar het eindigt. Vooruitkijken, je staat nu... virtueel op een WK. Denk je dat makkelijk te halen is op deze manier? Of denk je dat het nog wel even hard werken wordt? Nou, het was sowieso hard werken. Ja, het is sowieso niet makkelijk om WK via de Pro Tour te halen. Dan moet je nog wat resultaten halen. Ja, tot nu toe elke keer laatste 16, 32. Ja, misschien ik wil een keer een halve finale nodig. Dan zit vertrouwen wel goed. Eurotours? Ja, die heb ik 1 keer meegemaakt in Praag. Nou, dat was gek werk tegen een lokale speler. Net als Karel Sedlacek. Ja, dan heb je gewoon heel de zaal tegen. De 5000 man tegen. Ja, en dan wordt nog 5-5. Gooit hij nog 170 uit. Ja, dat is bizar. Was dat wel gaaf? Is dat wel de kick waar je het voor doet? En je wil natuurlijk winnen, maar op dat podium staan... Ja, voor mij was het een hele mooie ervaring en ik heb er zeker van genoten en het publiek, ik weet het, dat je dat kunt verwachten en ik zeg al, ik was wel tevreden. Verder kijkend, heb je echt hongerige doelen of wil je gewoon lekker spelen? Ja, ik wil zoveel mogelijk spelen. Ja. Bedankt.